Breda Nu. Je weet het meteen. Bij Hemels Breda werd er een charity dinner georganiseerd door studenten Alicia van de Rooie Pannen. Het opgehaalde geldbedrag werd gedoneerd aan Raffi Verzorgingstehuis. Momenteel zit ik in mijn examenjaar, dus het is de bedoeling om een evenement te organiseren. Je kon kiezen tussen een stichting of een goed doel en ik heb hier voor Raffi gekozen. Omdat ik wil gewoon heel graag iets voor de ouderen doen en al het geld dat wordt opgehaald gaat ook echt naar hun toe. Onze school, de opleiding De Rooie Pannen Marketing Evenementen, die leiden eigenlijk op zodat de studenten of in de marketing of in de communicatie of in de evenementenbusiness kunnen gaan werken. En vanaf leerjaar 1 moeten ze evenementen organiseren. Eerst met elkaar en dan in de tweede gaan ze langs maar zeker zelfstandige projecten draaien. En als examenproject moeten ze eigenlijk helemaal alleen een evenement organiseren. En daar moeten ze geld mee ophalen voor een goed doel. Alicia heeft ons benaderd, telefonisch, vanuit de Rooie Pannen. En wij werken wel vaker samen met de Rooie Pannen. Zij organiseren hier evenementen. Wij hebben ook een foodtruck waarbij wij bij de open dag vaak staan. Dus nadat zij ons benaderd heeft, zijn wij op haar aanbod ingegaan en zodoende. Ik zat eigenlijk tussen 3 ideeën een beetje te twijfelen. Maar ja, een charity day, ik vind dat het eten heel veel mensen dicht bij elkaar brengt. Ik vind eten in heel veel culturen is heel erg belangrijk, dus vandaar dat ik echt voor zoiets heb gekozen. Nou, dat vind ik heel goed, heel mooi. Een heel mooi gebaar, zeker voor alleenstaande ouderen. En je ziet dat tegenwoordig steeds vaker komen dat ouderen alleen zijn. Dus ik vind het wel heel mooi. Een heel mooi gebaar als het voor hen doet. En ik vind dat ze nu heel relaxed rondloopt. En dat ze het heel goed heeft gedaan. Want ze moeten alles zelf doen. Hè? Je ziet hier het menu liggen. Heeft ze zelf ontworpen. En dat wordt dan weer bij de afdeling vormgeving. Binnen onze afdeling. Bij vormgeving wordt dat beoordeeld als examenopdracht. Ze moeten zelf posters maken. En ze moeten dus dit evenement niet alleen gaan aansturen. Maar ze moeten ook alle personeel aansturen. Ik heb al meer studenten van de Rooie Pannen gezien. Ook een mentorleerling van mij en zo. En die helpen allemaal mee. Breda Nu. Je weet het meteen.